heb verkeerde, ik moet heel erg oppassen wat ik nu zeg. Hoi, ik heb een afspraak met Florens. Ik ben bang voor wat er gaat komen. Ik ook. Ik zal even mijn schoenen uit en mijn jas ophangen. S'avonds heb ik met een vriend dat verkeerbord afgehaald. Zou je een moord kunnen weten? Nee. Wat? Plaats jouw witpas voorbij. Ik ben bang voor wat er gaat komen. Hallo kijkers van Harmen Frodo en welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Bompakket Bij. Waarin ik deze keer ben bij Florens, die nog helemaal geen idee heeft en ook geen video heeft gekeken. Wat het allerleukste is, want de vorige die wist al ongeveer wat er zou gaan komen. Ik heb twee pakketjes bij me. Vraag me niet hoe ik inpak. Ik zou het als je mijn vriendin hebt nooit zo inpakken. Mijn inpakkunsten zijn nog slechter. Dit is sowieso al een pakketje wat je krijgt omdat je de uitdaging aangaat. Moet ik het gelijk openmaken? Of? Ja, die is sowieso voor jou. Je ziet wel dat jij een krant ik heb die ook allemaal meegejat van waar ik... Nee, ik heb zo'n tas waar ik altijd elastieken voor nodig heb en die vergeet ik heel vaak. Dus daarom dat. Goed ingepakt. Het zit nog best stevig. Ja, het is waterdicht. Yes! Chocola. Top. Daarvoor doe ik altijd mee. En ik heb hier nog een groot pakket waarvoor jij speelt. Ik heb hier 50 vragen, waarvan 35 ja, nee en de rest is open. Ja. En het zijn allemaal hele persoonlijke vragen, waarvan jij er mag zeggen, ik beantwoord er 2 niet. De vorige gast mocht er 3 niet beantwoorden, maar omdat die verder geen jokers nodig had, is het naar 2 gegaan. Dus, stomme vorige gast. Maar in ieder geval... Ik haat je nu. Ik wil 3 escapes. Jij hebt 2 escapes. Oké. En als jij het binnen de 2 escapes doet, krijg je dit pakket sowieso. Okay. Als jij er meer nodig hebt dan 2, moet je een challenge uitvoeren om alsnog het pakket te winnen. Oké, prima. Super easy. Ja, nee, kom maar door met die vragen. Yes, dus het zijn 50 simpele vragen waarvan er heel veel gewoon heel simpel zijn en sommige iets ingewikkelder. Oké, kom maar door. Vraag 1. Heb je ooit een verkeersbord gejat? Ja. Wanneer? Dat was bij de avondvierdaagse. Er stond een verkeersbord, dat stond gewoon heel los. En ik was er heel melig die avond. Het was iets van 10 uur 's avonds. Heb ik met een vriend dat verkeersbord afgehaald en verderop weer opgehangen. Ik zie jou daar ook echt voor aan. Ben je ooit dronken geweest? Nee. Heb je ooit ingebroken in een verlaten gebouw? Ja. In verlaten bunkers ben ik, in Frankrijk ben ik meerdere keren geweest. En vast ook nog wel een ander verlaten gebouw waar ik even niet op kan komen. Wat zou je doen met 1 miljoen euro? Oeh, dat is moeilijk. Dat is heel erg moeilijk. Opzij zetten voor mijn studie. Dit is moeilijk. Ik zou ook wel iets doneren, echt wel de helft of zo. Dat gewoon, de helft doneer je sowieso al naar belastingdienst. Ja, klopt. Oké, dan nog de helft van de helft. Dan weet ik wel aan iets goeds, Rode Kruis of zo. Coronavaccin. Ja. Sparen. Ik zou het echt niet weten. Ik zou geradeloos zijn. Aan mijn vriendin geven. Wil je later trouwen? Ja, absoluut. Wil je beroemd worden? Nee, dat hoeft niet per se. Dan zit je hier toch echt verkeerd. Ik ga alweer. Wie is de slechtste Nederlandse YouTuber? Royalistic. Altijd ergens, jongens! Aan mijn hand dat hij Fortnite speelt. Ik mag mensen die Fortnite spelen niet. Volgens mij gaf Lucas vorige week ook precies het antwoord. Wie is de slechtste Nederlandse YouTuber? Royalistic. Altijd ergens, jongens! Royalistic, maar... Dat weet ik niet. Of Joal Beukers, dat is ook heel irritant. Zo'n overgespierde gast die er eigenlijk... We gaan voor goud! Jaloers? Klein beetje. Ananas op pizza? Ja, absoluut. Ja, dat weet ik bij jou, want jij ging Hawaii pizza bij mij eten. 2 weken geleden. Ja, toen ging Wim-Jan jou helemaal kapot maken. Ja. Met wie was je eerste kus? Ik bliep niks weg. Ja, dat... mijn huidige vriendin. Ja, nee, we hebben een naam nodig. Escape. Oké, dat was de eerste. Heb je ooit verkering gehad? Ja, dat weet ik nu. Ja, ik heb verkering. Waar ben je bang voor? Achtbanen. Wat is het domste dat je ooit gedaan hebt? Oh, dat is moeilijk. stomme dingen gedaan. En ik heb gisteren nog bijna een shovel de vernieling ingereden, omdat ik niet zat op te letten. Maar dat soort dingetjes heb ik dan, dat ik eigenlijk niet oplet en iets heel doms doe. Maar ik heb nooit echt iets heel erg doms gedaan. Mm-hmm. Wat is je favoriete serie? Oeh, F1 Drive to Survive vond ik een hele goede serie. Of Sherlock. Ik ook! Nee, maar dat is mijn favoriet. Het is een mes mee. Het is een mes mee. Oh, nou dan ga ik over F1 Drive to Survive. Ja, daar reageer ik ook af en toe op mijn YouTube kanaal, omdat ik het gewoon zo leuk vind. Heb je ooit afgekeken? Ja, meerdere malen. Duits toets er ooit niet voor geleerd, alles afgekeken. Ja, bij Duits ging dat altijd super makkelijk. Ja, goed. Iedereen kon het behalve ik. En bij Latijn heb ik het heel veel gedaan. Mm-hmm. Wie is je celebrity crush? Heb ik niet eigenlijk. Ja, dat is geen antwoord. Dua Lipa. Ben je ooit ontslagen? Nee, ik heb nooit gewerkt. Oh, ja. Ja, dan wordt het ook vrij lastig, hè? Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Oh. Dit zal dan wel een film zijn geweest of zo, weet ik veel. Hartstikke veel dat ik gehuild heb. Ik heb gehuild. Heel trots? Nee, ik ben totaal niet trots op. Toen, de Dumbledore, dinges, ik weet zijn Nederlands. Oh ja. Dood ging. Oh, die scène komt er nu in. Wat is het liefste wat iemand ooit tegen je gezegd heeft? Oeh, mijn ouders, die toen 25 jaar getrouwd hadden, hadden ze een heel lief kaartje. Staat hier ook achter me in de kast. Heel lief kaartje geschreven. Maar ja, nou, dat kan eigenlijk gewoon neer op elkaar houden van je. Wij houden van je. Ik heb nog 2 ouders. Ja. Zou je een moord kunnen plegen? Nee. Nooit? Al wel? Ja, vast. Ja, natuurlijk, om wel super drukke omstandigheden als mijn leven van mijn gezin op het spel staat of zo. Tuurlijk dan wel. Mm-hmm. Ik heb ook een kruisboog op mijn kamer liggen. Waar? Ja, onder mijn bed. Oh, lekker. Dus als er ooit een inbreker komt, dan verkeerde adres. Maar dan zou ik hem eerder in zijn been schieten dan in zijn hart of zo. Ja, precies. Wat is de mooiste plek op aarde? Moeilijk. Waar ik ben geweest, was in Marokko, waar waren hele mooie watervallen. Oh ja, dat is 2 jaar geleden nu? Ja, de Ouzou watervallen. Heb je ooit wel eens iemand verklikt? Ja. Situatie. Ja, dat heb ik zeker gedaan. In groepsopdracht, als iemand gewoon niks deed, op school. Ik heb het ook een keer op de basisschool gedaan in groep 2 of zo. Toen zei iemand, ja, we hadden een voetbal op het schoolplein. En mijn beste vriend had over, ik heb mijn beste vriend verhalen, over het hek geschoten. Zei niks tegen de juf vertellen. Ik ben gewoon streek naar de juf gelopen en gezegd, Jonathan heeft een bal over het hek geschoten. Kan je koken? Nee, absoluut niet. Ja, dat heb ik door. Oh, hoe vaak per dag kijk je op je telefoon? Te veel. Geen idee. Meer dan 100 keer? Oeh, dat is wel heel veel. Ik denk dat ik dat makkelijk red. 100 keer. Dat je hem er even bij pakt om de tijd te checken of te kijken of je nieuwe sms'jes hebt of whatsappjes. Ik denk dat ik nog wel onder de 100 zit. Oké. Geloof je in God? Ja. Wat is het mooiste boek dat je ooit gelezen hebt? Oh, het mooiste. Ik ga even mijn boekenkast achter me kijken. Het mooiste boek, Paul. Mag ook het beste boek zijn? Ja. Ja, ik ben Pelgrim, dat is een thriller. Die vond ik wel heel erg goed. Mm-hmm. Dat heb je echt binnen 1 ruk uitgelezen, terwijl het echt zo'n boek is. Ja, ik ben blij dat ik eindelijk een keer een gast heb die wel boeken leest. Ik kreeg alleen maar antwoorden van, ja, sinds groep 3 geen boeken meer gelezen. Ik moet even denken hoe die heet. Even denken. Nee, ik weet het. Yo, dat verwacht je van me. Ik doe HAVO. Maar ja. Oh ja, jij doet VWO. Laat maar. Ja. Ik doe gymnasium. Gymnasium ook nog, hè? Ja. Bah. Geloof je in toeval? Ja. Wat is de mooiste film ooit? De Schindler's List, denk ik. Ken ik niet. Nou, het gaat over een Duitse die Joden redt. Was een hele goede film. Ik kijk meestal op oorlogsfilms, er zit weinig moois aan boven als zijn benen eraf ligt. Ja, geloof je in het lot? Nooit over nagedacht. Mijn eerste reactie is nee. Kan je navigeren? Ja. Goed? Medium. Ik heb alleen maar vrienden met wie, als ik wegga, we nooit ergens aankomen. Is er een mogelijkheid dat jij de kijkers nog kan bewijzen dat je wel goed bent in navigeren? Wat nee? Ik snap er niks meer van. Lucas kan niet navigeren. We zijn nu al de weg kwijt. En we zijn opnieuw verdwaald. Dus dat is het nadeel. Oh. Daarom zit de vraag er ook tussen. Hoeveel talen spreek je? Ik spreek Nederlands. Ja, ik spreek geen Latijn. Dat kan een beetje... ik kan een heel klein beetje Frans. Duits heb ik op school. Dat hoorde ik te kunnen spreken. Engels. Dat was het wel, denk ik. Ja. Wat is je grootste leugen ooit? Oh, daar moet ik even over nadenken. Dat mijn vriendin van nee. Kan dat eruit? Nee. Allergrootste leugen ooit. Ik zou het echt niet weten. Allergroot. Ik weet het niet. Het is geen antwoord. Kak. Mijn allergrootste leugen ooit. Ik ben er echt heel hard aan het denken. Geef me een minuutje. Ja, is prima. Het wordt gewoon allemaal uitgeknipt. Lief muziekje speelt. Ja. Ja, ik skip hem maar. Ik weet niks meer denken. Oké, prima. Dat was je tweede en ook je laatste. Kunnen jongens en meisjes gewoon vrienden zijn? Ja, maar bij meisjes zet ik na 2 zinnen niks meer te zeggen. En in een verkering wel? Ja, zij is heel erg amicaal en spraakzaam. Dus zij begon gewoon tegen mij te praten. Toen was ze van, oké. Ze begon je gewoon 50 vragen te stellen en toen had je... Ja, zoiets. Ja, precies. Mag je liegen in vriendschap? Ik heb het laatst nog gedaan. Vertel. Ja, nee, dat is iets privé, maar... ja, om best veel, dat had die jongen gewoon even nodig. Dus, oh ja. Dat dan wel. Bestaat er één ware liefde? Ik heb verkeering, ik moet heel erg oppassen wat ik nu zeg. Één ware liefde. Geen idee, ja. Oké. Is er buitenaards leven? Ja, maar niet in de vorm van aliens met een lampje op hun hoofd en 30 tentakels. Heb je hoogtevrees? Nee. Hoe heet het leukste meisje op je basisschool? Ik heb verkeering, ik moet heel erg oppassen wat ik nu zeg. Emma. Die zal het vast leuk vinden als ze de video kijkt. Heb jij nog op WhatsApp? Dan kan je hem doorsturen. Wat leuk. Nee, ik heb haar niet meer op WhatsApp. Hè? Kan je iedereen vergeven? Ja, ik kan best wel prima mensen vergeven. Maar ook, wat ze ook gedaan hebben, wie het ook is. Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand echt een moord op mijn familie pleegde. Ja. Is de maanlanding fake? Absoluut. Absoluut. Nee. Absoluut wel. Iedereen weet het. En de aarde is plat. Ja, dat is wel zo. En 9-11 is fake. Ja, daar komt binnenkort nog een complottheorie aflevering. Door Obama gepland. Door Bush, toch? Allebei. Met behulp van de Russen. Wat is je levensquote? Ik heb verkeering, ik moet heel erg oppassen wat ik nu zeg. Pluk de dag of zo, I don't know. Ik heb geen levensquote. Pluk de dag. Pluk de dag vind ik nog vrij goed. Voor een geïmproviseerde levensquote. Waarvan zou je leven als zwerver? Muziek. Oh ja. Net als die mensen in de stad altijd. Ja, dan ga ik wel gewoon op die piano, de stadspiano in Utrecht centraal zitten. En ja. Een kortje, ja, dat. Hoeveel geld staat er op je rekening? Heel weinig. Tijd voor checken. Maar mijn zus heeft hem laatst gebruikt. Mijn pinpas, haar pinpas geblokkeerd. Wat? Je hebt laatst jouw pinpas gebruikt? Ja, haar pinpas was geblokkeerd. En dan geef je jouw pinpas? Ja, want ik had hem niet nodig. €33,41. Nou, dat zit al dicht bij het zwerver zijn aan. Wat weet niemand over jou? Wat weet niemand over mij? 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 Dat ik nog met knuffels slaap. Wanneer was je eerste kus? Een paar weken geleden. Oh. Wie is je stomste familielid? Ja, Bart. Je vader of je moeder? Nou, mijn vader. Wie is het knapste van al je vrienden? Ik. Je bent toch geen vriend van jezelf? Ik heb een alter ego. Wat knapste van al mijn vrienden? Max. Als je kijkt. Wat is je beste herinnering met mij? Ja, dan denk ik, ga ik toch voor pizza's eten. Dat was gewoon heel gezellig en leuk. Oh, dat was zeker. Wat is mijn leukste video? Nu mag ik hopen dat je ooit een video van mij gekeken hebt. Ondanks Harmen Frodo vlog. Hey! Ik ga niet taaien, denk ik. Dat is niet waar. Nee, ik ben niet kindonvriendelijk. Ik ben wel in aardappelformatie. True fan. Wat was de stomste vraag? Met wie ik mijn eerste kus had gehad, want die heb ik geskipt. Ja, en je hebt het gered binnen de tweede skip. Wat als eerste betekent dat je de volgende super lastig gaat maken, want die krijgt er nu nog maar 1 skip. Heb jij 1 joker? Met wie was de vorige? Met Florence B. Die ken ik niet. Nee, hij kent jou ook niet, maar hij zei... Dat wel... kan niet. En wat als tweede betekent dat je dit bompakket mag ontvangen. Is het al zeker wie de volgende is? Ja, dat is Noah Sandring. Daar ben ik vanmiddag bij. Ah, succes. Succes, Noah. Ik ben nu echt heel benieuwd of dit is. Het is weer met de typische elastiekjes van een... Ja, ik pak tegenwoordig alles zo in voor mannelijke vrienden en voor vrouwelijke vrienden ben ik nog steeds uren bezig. Echt? Maar ik kan dus niet inpakken, ik weet niet. Het is zo'n rol die wil dan terugrollen en zo. Ja, ik ben wel eens gewoon naar een winkel gelopen waar ze dus automatisch inpakken. En dan heb ik gezegd, jullie krijgen €5 als je niet voor me inpakken. Dat is op de... Yes, 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 yes. Chocola, 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 la la. Deze kan ik dus aan mijn vriendinnen geven en dan maak ik echt sneak goede indruk. Heerlijk, dat is wel zo. Wanneer wordt dit geüpload? Dit is waarschijnlijk woensdag 12 augustus. Woensdag 12, dan ben ik op vakantie, dus dat kan wel. En, als erachter komt dat dit eigenlijk gewoon van jou komt, dan ben ik weg. En... Nee, hoezo? Je hebt het nog steeds toch... Als je iets zelf koopt van je eigen geld en dan geef je het door, of je krijgt iets en je geeft het door, of toch hetzelfde idee. Ja, klopt. Eerlijk, dit is wel echt een goed cadeau voor je vriendin. Oké, buurman. Ja, tuurlijk. Ja. Oh, mensen die ik niet kennen gaat kijken. Dat is echt mijn jeugd geweest. Je moest dat altijd kijken met mensen van de crash. Ik heb het echt laatst nog gekeken met mijn vader. Ja, en mijn vader is ook 54, maar boeien. Het is buurman en buurman. Dat verbaast me ook niks dat jij... Ja, top. Nou, heel erg bedankt voor het zijn van de gast in mijn video. Heel erg bedankt voor de chocola en mijn hele... privacy opgeven. Ja, precies. Nee, maar daarom doe ik er dus altijd een cadeau bij. Omdat iemand toch zijn hele leven opgeeft op dit moment. Inderdaad. Dus de CIA hoeft nu gewoon geen onderzoek meer naar jou te doen. Die hoeven alleen maar 1 video te kijken. Voor de rest mensen, ik woon op het Huygenserf 31 Hoevelaken. Mijn portemonnee ligt beneden in het kastje. Alles met je pincode nog. En je Instagram. @Florens. Ik ga even kijken. Weet je eigen Instagram niet meer? Ik weet nooit. @HarmenFrodoOfficial, nu volgen. Tuurlijk. Ja, ik weet nooit of het @florensblom is, want dat is mijn Snapchat. Gewoon @florensblom aan elkaar. Ja, ik zal hem even in de beschrijving zetten. Dat komt wel goed. Yes, allemaal nieuwe volgers. Ja, zeker. Alle 30 mensen. Dat zijn er toch weer 30, hè? Nee, het heeft soms, zo'n video heeft soms 30 en soms 80, dus... Ja, nu ik erin zit, haalt het de 100 wel. Ja, ga je hem wel even delen op je Instagram? Ja, tuurlijk. Hé, heel erg bedankt en tot later. Zeker.